Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer zijn het weer herkenbare dingetjes met een soort kleine sketch erbij eigenlijk. Ik vind het zelf erg leuk om op te nemen, want ik hou van herkenbare dingen en ik hoop jullie ook. Nou ja, tegenwoordig gebruiken wij allemaal een telefoon. Tenminste, de meerderheid van de mensheid eigenlijk wel. Ik denk wel 99%. Sowieso. En op die telefoon zit bij iedereen waarschijnlijk wel de app WhatsApp. En als jij dan lekker aan het WhatsAppen bent, dan kom je waarschijnlijk wel vaker verschillende types tegen op WhatsApp. En vandaag heb ik er voor jullie 10. Dus let op, hier komen ze. Dan heb ik als eerste de trage beantwoorder. En deze kan best wel irritant zijn. Je stuurt iemand een berichtje en je ontvangt pas jaren later een berichtje terug. Die mensen die zijn er gewoon even een winterslaap aan het houden en daarna antwoorden ze pas. Je kan ze beter gewoon een post uitsturen, want die komt nog eerder aan dan een berichtje bij hun in hun hoofd of zo. Ik weet niet wat het is. Sommige mensen zijn gewoon erg slecht in WhatsAppen. Ik zal maar eens kijken of ik nog WhatsAppjes heb. 50 groepen. Oké. Nee, die wacht maar even. Hey, Melanie. Oké. Of ik dinsdag kan afspreken? Denk het wel. Oké. Het was voor de dinsdag van een maand geleden. Oeps. De eeuwige typer. En dit herken ik vooral bij mijn ouders. Dan wil je heel graag snel een berichtje terug van je ouders als je bijvoorbeeld even in de supermarkt staat om iets te kopen. En dan doen ze 5 minuten over alleen zeggen: Oké, is goed. Oh, een berichtje van Melanie. Of ik nog even wat hagelslag kan meenemen omdat het op is. Natuurlijk. Fout. Zo, verstuurd. Is goed. Kus mama. Verder hou ik wel van mijn ouders hoor. De boekenschrijver. En in dit herken ik eigenlijk mezelf wel een beetje. Ik vind het namelijk super leuk om altijd lekker verhaaltjes te schrijven op WhatsApp. Gewoon wat ik heb meegemaakt of waar ik weer een struggle mee heb. En waar ik dan even over wil praten met iemand. Dus ik schrijf dan echt altijd lappe tekst. En er zijn personen naar wie ik het wel kan sturen. Sommige mensen vinden het echt doodirritant. Maar er zijn ook mensen die het wel kunnen waarderen en die al mijn verhalen lekker lezen. Maar ja, dan krijgen we dus gewoon zo'n lap tekst. Dat je ook eigenlijk gewoon bijvoorbeeld in een mailtje had kunnen plaatsen. Maar nee, dat persoon doet het gewoon lekker op WhatsApp. En die verstuurt gewoon lekker heel een boekwerk. Hey, weet je dat ik dat vertelde? Ik heb uiteindelijk mijn blouse aangedaan. Oh ja, en toen ik in de trein zat, toen kwam ik Kai nog tegen. En dat was heel erg gezellig. We hebben gepraat over van alles en nog wat. Alleen, er was ook een jankende baby en dat was vreselijk irritant. Hoe was jouw dag verder? Wat heb je gegeten? En wat heb jij aangetrokken? De spammer. Ik denk dat ik hier niet heel veel over hoef te zeggen. Dit is gewoon een persoon die elk klein woordje berichtje stuurt in één klein berichtje. Je telefoon blijft maar trillen. Hey, hoe was je dag? Vraagteken. Mijne was heel erg leuk. Ik ben net thuis. Hoe laat kom jij thuis? Vraagteken. Nu zal ze vast snel reageren door spam. De spraakopnamestuurder. Dit zijn vooral mensen die, nou ja, ik wil ze misschien niet lui noemen, maar die vinden het gewoon lekker makkelijk. Ja, gewoon een spraakberichtje toch? Hey, ik had eventjes geen zin om te gaan typen, want daar ben ik eigenlijk gewoon weer veel te lui voor. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon lekker zitten op mijn bed en ik ga je even bijpraten. Dus ja, als je het vervelend vindt, dan heb je eigenlijk gewoon pech.
Want dan heb je het al gekregen. Nou ja, kijk, weet je hoe het ging het vandaag? Het roddelpersoon. Ja, let maar op. Oh my god, volg jij die meid uit 2BM2? Oh my god, zij plaatste dus een foto op Instagram. En daarin stond ze in de bikini. Nou, sorry hoor. Haar vetkwapje, haar linker vetkwapje, zag je dus gewoon uitsteken. Dat kan niet. De okker. Dit kan ook zorgen voor veel irritaties. Jij typt een heel verhaaltje, gewoon een paar dingetjes die je aan diegene wil vragen. Dan wil je gewoon netjes antwoord op. Duidelijk, die wil het gewoon lekker weten. En het enige wat je terugkrijgt is... ok, kort maar krachtige, zal ik dus maar zeggen. Oh, of ik vanavond mee ga tennissen. Nog een croissantje wil en morgen ga lunchen. Oh. De screenshotter, dit is de persoon die elk berichtje die diegene krijgt van zijn crush doorstuurt naar de beste vriendin. Oh my god, hij vraagt of ik mee uitga. Oh my god, hoe moet ik hierop reageren? Melanie, help me, lees dit. Hoe reageer ik hierop? De verbeteraar, oftewel... de spellingfreak? Juist ja, dit persoon weet altijd alles beter. En wil je toch net nog even verbeteren? Misschien is het wel handig voor die ene Nederlandse toets die je morgen hebt op school. Maar WhatsApp is het niet altijd nodig. Word met D, dat moet dus wel echt met DT. Zij? Let op die lange en korte ei. Hoofdletters vergeten. Interpunctie misschien. Komma. Uitroepteken. Zet gewoon een punt neer. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Haha. Ja, ik weet niet of ik hier echt veel over moet uitleggen. Want ik denk dat best wel veel mensen dit gebruiken. Ik betrap me er zelf ook wel eens op. Dat ik gewoon haha stuur. En eigenlijk lach ik dus helemaal niet in het echt. Ik heb soms dat ik wel hardop zit te lachen hoor. Bijvoorbeeld in de trein als ik ineens een berichtje krijg. Maar... de meeste gevallen stuur gewoon haha omdat dat makkelijk is of minder ongemakkelijk of... wat doen we het eigenlijk? Heb je been gebroken? Haha. Nou, dan waren dit dus 10 types op WhatsApp. Welk persoon ben jij van deze 10 types? Of ben jij eigenlijk wel een heel ander persoon? Ik heb namelijk eigenlijk nog een heel erg lang lijstje met verschillende types op WhatsApp. Dus misschien komt er ooit wel een deel 2. Laat eventjes weten in de reacties wat jij ervan vond. Wie jij bent. Of je een deel 2 wil. Nou, hartstikke leuk. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik zou zeggen, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei!